Met name in Sint-Michielsgestel hebben alle kinderen op een zeker moment muziekles gekregen. En die muziekles kregen ze op dit orgeltje. Je blaast, je duwt op een knop en je krijgt geluid. Dat blazen, waarvoor moeten de kinderen zelf blazen? Wat doe je voordat je gaat blazen? Dan moet je inademen. Wat doe je voordat je gaat spreken? Dan ga je ook inademen. Dus dit zijn ademhalingsoefeningen ten behoeve van het spreken. De kinderen die luisteren of dat ze iets, want dat doet iedereen automatisch, of dat ze iets kunnen waarnemen, dus het is meteen ook een gehoorstraining. Daarbij komt, muziek is ook nog ritme. Spreken is ook ritme. Daarvoor dus dat die kinderen hier muziekles met zo'n orgeltje krijgen.